Paarden komen de baan op. Start gevallen. Nu wel goed weg. En in het midden van de baan inderdaad een hele goede start van Barbert. Een beetje moeizaam in de loop komt de nummer 7, Fledder Greenwood. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. En gaat er zo hard in dat hij dat niet op de benen kan houden. Dat is de nummer 4. Donder Freo. Donder Freo maakt een fout in de eerste bocht. En Barbet heeft de leiding. Barbet wordt aan de buitenkant nu aangepakt door Foppe H. Twietel. Beiden willen graag van kop af. En dat kan wel eens een heel fel duel gaan worden. En ook een lang duel. Foppe H. Twietel houdt ermee op met dat duel. En gaat er terug, gaat naar achteren. Leiding in handen van Barbet. Dan Foppe H. Twietel. Dan een heel groot gat naar plaats 3. Plaats 3, daar ligt Fernando Meadow. Daarachter op de vierde plek ligt Dundee Boko. Vijfde plaats daarachter. Gaat weer van de benen. De nummer 4, Donder Freo. Zo gaan de paarden de bocht hoor. Uitgeschakeld 4-4 galop. Galoppaarden nu ook van Dundee Boko, maar die loopt gelijk weer. Een staart van de veld, een galoppaarden van Bikini de Larcie. Twee paarden ver voor de rest, met nog twee ronden te gaan. De leiding in handen van Barbert, daarachter Foppe H. Twietel. Dan een hele tijd niets, dan Dundee Boko. Daarachter volgt Fernando Meadow en de buitenkant komt naar voren. Hampshire F. Boko. Dan volgt Fledder Greenwood en daarachter aan de relingzijde Gerco Impuls. Naast Gerco Impuls in het tweede spoor ligt André Bakker. André rijdt mee met Devil. En daarachter volgt dan nog één deelnemer en dat is Bikini de Larcie. Altijd die grote voorsprong voor de voorste twee paarden. Barbert leidt, Foppe H. Twietel op plek 2. Eén deelnemer probeert dat gat nu heel snel dicht te lopen. Dat is Dundee Boko. En die komt in de buurt van de kopgroep. Zo gaan de paarden de linkerbocht in. We hebben straks nog één ronde te gaan. Barbert leidt, dan Foppe H. Twietel en Dundee Boko op plaats 3. De andere paarden hebben wat meer moeite. Aan de buitenkant komt Hampshire Boko nu naar de vierde plaats. Uitgeschakeld. 7 galop. En er springt er nog één in de start van het veld. Bikini de Larcie. Paard in de rechte lijn voor de tweede. Uitgeschakeld 9 galop. En we hebben nog één ronde te gaan. Leiding in handen van Barbert. Foppe H. Twietel tweede. Derde Dundee Boko. En vierde Hampshire Boko. Andere paarden zijn te ver weg op dit moment. Gerco Impuls. En ook Fledder Greenwood. En zo gaan de paarden de rechte bocht in. Zijn inmiddels op weg naar de laatste richtlijn overzijde. En de leiding nog altijd in handen van Barbert. En daar stapt Foppe H. Twietel zomaar op de kar. Stapt op de kar van Barbert. Dat zie je zelden. En Foppe H. Twietel is de loop helemaal kwijt. Nu loopt hij weer. Maar daar heeft hij wel wat terrein mee verloren. Barbert heeft nog steeds de kop. Waar heeft hij precies opgestaan? Op de brug of op de band? Als hij op de band stond, is die band nu lek. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Barbert leidt. En daar komt aan de buitenkant weer een aanval aan. De aanval dit keer van Foppe H. Twietel. Maar nu buitenom en niet erachteraan. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Uitgezaagd 6-6. En ze zijn in de laatste rechte lijn. En Barbert is geklopt. Foppe H. Twietel. Nu een duel aan de buitenzijde met Hampshire F. Boko. De twee brouwers vechten tegen elkaar. En Danny wint op dit moment voor Misha. Zo gaan ze door de streep. De 3, de 10 en de 2. Foppe H. Twietel met een stand-up onderweg. We gaan straks eens vragen aan Danny wat daar nou aan de hand was. Er is een onderzoek van het Draafrijcomité, dames en heren. Dit is voor de hele uitslag. Gooit hij nog geen tickets weg. Maak de deelnemers erop attent dat er niet kan worden voorgewerkt. U kunt u niet voorwerken. We gaan met kanonnen schieten. Wilt u alstublieft de baan verlaten?